En wat houdt het Almeloos Overdagkoor in? Dat wij overdag zingen. Het is een dameskoor die met drie stemmen zingen. Sopranen, de mezzo's en de alten. En wij treden ook regelmatig op in bejaardentehuizen, verschillende keren per jaar. Ja, en we zingen dan in het Mullenweek elke dinsdagmiddag van 14:15. En dan gaan we om 14:00 tot 16:00 zingen met een kwartiertje pauze. Ja, hoe is dat om te zingen bij dit koor? Nou, je denkt, ik doe dat zomaar even zingen, want dat is op zich geen punt. Maar dan blijkt dus toch dat je de bepaalde hoogtes moet halen. Dus, en dat is heel gezellig. Het is gewoon in de pauze ook heel gezellig om even met elkaar thee te drinken. Dus, maar het is niet zomaar van je doet het zomaar even. Er wordt toch wel wat van je gevergd. De energie van Henny die straalt af op ons en op ons stemgeluid. En dat hopen we ook aan de ouderen over te brengen, want daar doen we het ook voor. Hè. We doen het echt voor onszelf, maar we doen het ook voor het optreden. En die oudere mensen te zien zitten die echt helemaal zo zitten. En dan rechtop, van lijf en leden, mee gaan zingen. Dat is waar we het voor doen. Gezond en gezellig. En als je komt en je denkt van nou, ik vind eigenlijk helemaal niks en het regent vandaag zo. Dan kom je er vandaan en dan zie je de zon weer schijnen. Dus je wordt ook heel vrolijk van. Dus eigenlijk moet er iedereen erbij komen? Eigenlijk wel. En we hebben genoeg ruimte hier in het Mullenweek. Dus ik zou zeggen, kom erbij en laten we er gezamenlijk een hele mooie prestatie neerzetten.